Wij staan hier, we zijn Extinction Rebellion. En we staan hier tegen fossiele sponsoring. Niet tegen Saudi Aramco, maar tegen de fossiele sponsoring van de Formule 1. Dus vandaar dat wij hier bij de Formule 1 staan. En het stomme is dat de Formule 1 juist leeft van innovatie. En wat doen ze? Ze houden vast aan oude technologie. Klimaatrechtvaardigheid! Ik denk dat ze hier komen om een race te zien. En te zien wie wint. En niet om welke brandstof nou in die auto zit. Maar dat moet toch kunnen één keer per jaar? Ja, als het één keer per jaar was. Maar we hebben natuurlijk elke dag herrie van het circuit. Hè? Eigenlijk kan ik nooit behoorlijk in mijn tuin zitten zonder die herrie te horen. Ja, met drie personen blijkbaar. En drie personen buiten het hek onder controle mogen we flyeren. Persoonlijk ben ik daar dus een tegenstander aan. Het is een openbare weg. En waarom zouden we niet meer mogen flyeren? Drie mensen willen ze faciliteren als er drie mensen staan. Dus kwestie van doen en dan komt het door. Als jullie nou zo meteen met z'n twintigen daar gaan staan, Nee, dan wil ik het niet weten. Die mensen die moeten lekker doen wat ze willen natuurlijk. Maar ik vind ook dat ze ook de andere mensen lekker moeten laten genieten van de sport waar ze voor komen, toch?